We zijn hier in Den Bosch voor het 10e Barbershop Ontmoetingsfestival. We zijn op 16 locaties, dus iedereen die zal ons ongetwijfeld een keer zien. Ja, wat vindt u ervan? Nou, hartstikke leuk. Door de hele stad heb ik al een aantal optredens gezien. Ik vind het echt heel leuk. Ja, zeker. Zeker. Zelf ben ik niet muzikaal, dus dat is voor mij gewoon genieten. Ja. U zingt alleen onder de douche? Nou, voor mijzelf. Ik vind het echt erg gezellig. Ja. Nou, geniet ervan. Dankjewel, ga ik zeker doen. De oorsprong van de muziek die komt inderdaad uit de kapperszaak, waar vroeger mensen gingen wachten voordat ze aan de beurt waren, gingen ze gewoon zingen. Ja, gezellig. Ook wel anders dan gisteravond, maar wel leuk. Het is wat anders dan zo'n kappersradio. Ja, ik vind het volgende keer weer. Ja, het doet wel wat voor de sfeer, hè? Ja, het maakt het wel beter, ja. Anders is het ook maar zo saai. Nou, dit moet toch wel de mooiste plek zijn waar jullie vandaag staan, hè? Voor vandaag wel. Het is natuurlijk barbershop zingen in een barbershop zaak. Nou, wat wil je nog meer? De plek is er geknipt voor. De plek is er geknipt voor, ja. Ja, zit je net even lekker rustig op het terras? Klopt, inderdaad. In de regen, in het zonnetje, maakt niet uit. Wat vindt u ervan, van het gezang? Fantastisch, ja. Verrassend goed. Ja, ik ben niet zo van de a cappella, zou ik maar zeggen. Meer van de stevige muziek. Maar je ziet er wel grappig uit. Dan plakken wij wel even een beat eronder. Dat is goed, moet je doen. U bent al de hele dag aan het zingen? Ja, dat klopt. Ja. Nog geen pijn aan de keel? Nee hoor. Nee, als je goed zingt, heb je er geen last van. Nee. Hoe is het nou om zo op te treden in de stad? Heel gezellig. Ja. Ik vind het wel gezellig, al de aandacht eromheen. En gewoon alle mensen die lekker komen kijken. En het is altijd ontspannend om te zingen. Dat is mooi om te doen. Ja, zeker. We staan hier op het festivalterrein van Strooipop in Geffen. We zijn een lokaal festival hier in de regio, best bekend. Ja, we doen het nu 8 jaar en we maken er echt 8 jaar lang een feestje van. En je hoort heel veel andere verhalen, maar hier is het altijd gezellig. Geen trammeland en daarom het gezelligste festival van Brabant. Voor jong en oud, want we hebben de afgelopen dagen, net zoals met Mental Tio, de WC Experience, we hebben een heel divers programma. Ja, vandaag is het meer, vooral overdag voor de gezinnen en voor de kleinere kinderen. En we hebben achter ons in de tent een stormbaan voor 10-jarigen plus. En aan de andere kant ook aan de kleinere dag met een klein bioscoopje en een knutselhoek. En waar ze er eigenlijk kunnen sminken. En we hebben een hoek met een luchtkussen voor de kleinere, voor de allerkleinste onder ons. Dus er is genoeg te doen voor iedereen. Gedanst. Ja, op het podium. Ja, op het podium. En we vinden het hier heel leuk. Ja, en heel gezellig. Ja. Spelen. Ja. En we zetten ook een springkussen. We gaan daar ook een lek van springkussen. Ja.
staan hier op Strooipop en we hebben in een zeecontainer hebben omgebouwd tot een speciaal bierkroeg. Het is voor het een beetje hip, hè? Dus ja, dat hoort er eigenlijk bij, ook op een festival. Het is nu nog een beetje opstarten voor vandaag, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Geweldig. Ik heb al ooit de kermis in Geffen, was ook gezellig. En dit is nog mooier. Dan moeten we erin houden. Zo is het. Prachtig. Dan gaat hij de weg. 5 euro eenmaal, dames en heren. 5 euro tweemaal. 5 euro driemaal. En veel plezier ermee. Het gaat hier over de veiling van Strooipop en die veiling is opgezet in feite door de carnavalsvereniging de Rotterdijkers. En die hebben als doel om te proberen het jeugdcarnaval te promoten. Dus toen ik daarvoor gevraagd werd om als veilingmeester dat te doen, heb ik direct ja gezegd. Omdat ik ook echt geloof dat de jeugd moet ook echt gestimuleerd worden. En daar moet je ook een bedje voor spreiden om in de toekomst dat carnaval nog in leven te houden. Maar nu zitten de jongeren zonder bouwplaats en kunnen dus geen carnavalswagens bouwen. En daar moet iets voor gebeuren. Dan moet er een overleg komen tussen de gemeente en de carnavalsvereniging. Maar een beginkapitaal proberen wij vandaag met deze veiling bij elkaar te halen. Welkom bij het NK Skateboarden in Breda. Als je het gemaakt hebt, dan kun je hier meedoen. En het niveau hier is alleen voor de top om mee te doen. Je eigen vrijheid, niemand zegt wat je moet doen, je mag alles zelf doen. Je kan lekker hard gaan, lekker hoog gaan, gewoon chill, leuk, genieten. Wat is er zo leuk aan? Alles. Het is niet verplicht. Je leert nieuwe trucken en dat is gewoon een fijn gevoel als je het hebt. Ja. Hoe ging het net? Ja, wel goed. Zag je wel een paar keer vallen? Ja, mijn eerste run was eigenlijk de beste. En het is ook best run count, dus ik ben blij. Skateboard is echt mijn leven. Dat is alles wat ik doe en dat is alles wat ik wil eigenlijk ook. Want? Ja, ik doe het nou de laatste 2 jaar professioneel en het is echt het mooiste wat je maar kunt wensen. Ik reis heel de wereld over, ik mag allemaal mooie dingen doen en ik mag de hele dag doen wat ik leuk vind. Dus, ja. Hoe is het dan? Als meisje tussen die mannen? Ja, ik ben het eigenlijk wel gewend. Het is nooit anders geweest. Ik skate nu 13 jaar. En ik ben niet anders gewend. Het zijn allemaal mijn vrienden. Ik ken heel veel van deze mensen al vanaf dat ik super klein ben. Dus ja, het is eigenlijk heel normaal. Skateboarden is al sinds 1965 in Brabant gevestigd. De eerste skateboards werden zelfs hier in Brabant gemaakt. En het neemt alleen maar toe aan populariteit. Vroeger was dat weer een beetje anti-establishment, dus tegen het systeem. En nu zie je steeds meer dat het ook wordt gezien als sporten. Kids gaan op voetbal en gaan op skaten. Dus het is eigenlijk nu populairder dan vroeger. Het is gewoon weekend met z'n allen feest eigenlijk. Het skateboard is een beetje bijzaak voor ons. Ja, je hebt wel luiden tussen zitten die het serieus aanpakken, maar ik ben hier gewoon voor het feest, zeg maar. Ja, wat is daarmee gebeurd? Ik heb mijn pink gebroken van de week. En toch hier aan het skaten? Natuurlijk. Ja, kijk, skaten doe je met je benen. Hè? En ik zie het alleen maar als een beetje extra bescherming eromheen. Dus dat zit wel goed. Wil je later ook hier meedoen in de hal? Ja. Je zou wel Nederlands kampioen willen worden? Ja. En wat is jouw beste kunstje? Ik kan nog niet kunstjes. Je kunt alleen maar hard skaten? Nee, ik kan nog niet skaten. Je kunt het nog niet? Nee, maar ik heb al wel een skateboard en als de wielen heel hard gaan draaien, gaan er zelfs lampjes aan. Nergens in ons land worden zoveel oktoberfesten georganiseerd als in Brabant. Vooral komend weekend, dan is het al volop feest op zijn Duits met grote pullen bier, braadhoesten en diepe decolletés. Maar het gaat natuurlijk ook om de muziek.
In Raamsdonksveer brengen ze zondag de grootste Oktoberfestkapel van de Benelux op de been. In Alphen is zaterdag het grootste deel van de dorpsbevolking op pad voor de Alphense buurtbattle. Teams van Alphense buurten spelen daar een grote quiz tegen de klok. En teams uit 17 Brabantse gemeenten strijden zaterdag in Den Bosch tegen elkaar tijdens de Mega Live Kookbattle. Een kookwedstrijd voor kinderen tussen 10 en 12 jaar. Hun gerechten worden beoordeeld door bekende topkoks. En de Brabantse Gilde Ruitersdag speelt zich komende zondag af tegen een prachtig decor. Kasteel Heeswijk. Gilders met een paard nemen het daar tegen elkaar op met onder meer ringsteken. Vind jij dat ook jouw evenement in Zinderend Zuiden hoort? Mail ons dan evenementen@omroepbrabant.nl.